Weet je wat mijn eerste gedachte is als ik 's morgens vroeg wakker word? Weer een dag dichter bij mijn dood. Dat vind ik een geruststellende, opbeurende gedachte. Wees blij, zeg ik altijd. Wees blij, want het gaat allemaal voorbij. Ça va? Hè? Is te laat, hè? Echt, ik was echt ongerust. Ja, maar sorry. Ik heb een cadeau voor je. Ik dacht, ik moet iets doen. Voor mijn broer. Ik heb geen cadeaus van doen. Hoeveel keren nog? Dat kost allemaal geld. Maar cadeaus, deze... dat is commercie. Ik wil dat je nog eens iets meemaakt. Snap je dat niet? Ik maak meer dan genoeg mee. Ik vind eigenlijk dat ik te veel meemaak. Ik weet het. Ja, het is soms echt genoeg. Dit is Angelique. Deze dame is vanavond uw cadeau. Ik ben hier om u een uurtje te verwennen. Wie is dat? Maar doe eens kalm. Verwennen? Ja. Een uur? Wij gingen tv zien. Angelique is een escort. Ik heb ervoor betaald. Ja. En jij moet ermee vogelen. Ja, voilà. Vogelen. Dat is het enige waar je aan denkt. Anders kunnen we ook gewoon een uurtje babbelen. Oké, nee, dat is goed. Als jullie willen babbelen voor 250 euro per uur, dan laat ik jullie en kunnen jullie een beetje babbelen. Ik babbel elke dag op mijn werk met al die mottige dozen. Ik ben gefrustreerd als moeder. Amai. Ik vind dat er weinig vrouwen zijn die echt goed kunnen aftrekken. Als ik moet kiezen tussen een vrouw of mezelf, dan is het mezelf, hoor. Ik trek mezelf ook echt graag af. Het is moeilijk, hè? Om iemand te vinden waar je je echt goed bij voelt. En uiteindelijk eindig je toch altijd met je gebroken hart, hè? Hier! Incoming! Dat is rijden, niet? Je moet in de was denken. Lopado tu macho se lajo goleo, cranio lepsano dvini pitri mato silfio para omelito cala que humeno quichli picosu fa fatto per istera lectrion op te kefalio quichlo palea la goi ziraie baffa tragan op turgon. Langste woord ter wereld, dat dit echt, hè? Maar ja, lang. Dat is langer dan dat.